roept dan nog een beetje, maar geen fout hoor. Robijns nu voor de drie punten. Ja, die laat hij niet liggen, Robijns. Staat daar helemaal open doordat Karadzi. Niet al te makkelijk, dus kiest hij voor Masamba, maar ook die heeft een mismatch tegen Karadzi. Nu wel pull-up jumper, mooi gedaan. Ja, Karadzi kreeg niet eens de kans om mee te springen. En zo is de laatste aanval voor Brussels in die derde kwart. Een stop om de schade te beperken. De schade wordt niet beperkt, de voorsprong wordt gewoon verdubbeld. Juricic. Wat onderneemt hij? Inleveren, zegt hij. De driepunter, die gaat er mooi in, Masamba. Duidelijk hier in de Winketkaai. En ze nemen nog een laatste shot. En dat gaat er nog in. In. Om toch die Morris toch maar met 20 punten verschil te inderdaad winnen. Dat kan belangrijk zijn natuurlijk tegen een tegenstander in die poelen.